Wat? Mogen we? Zijn we. Sorry, ik was nog even aan het kijken van de Engelse vrouw. Nani? Ik zou je graag willen feliciteren. Dankjewel. Want vanavond keert de Eredivisie terug in ons leven. Ja, dat is wel lekker, ja, hè? Ja, dat is ontzettend lekker. Dat is wel lekker. Ik mag ook de luisteraars welkom heten. Kijkers zijn dit, hè? Doen ze niet zo? Nee, er zijn er wel een paar. Ja, er zijn een aantal mensen die dat doen. Mijn excuus aan de dove kijker, want die is eigenlijk altijd... aan de blinde kijker is altijd een luisteraar. Dit is voor de dove mensen. Ja, precies. Ja, dat moet ik ook zeggen. Oké, en Tim is weer voor de eerste keer gecanceld dit seizoen. Het duurde toch echt niet heel lang, hè? Oké, Snijboon, wij gaan antwoord geven op één vraag. Wie wordt de kampioen? En wie wordt de tweede? En wie wordt de derde? Ja. En wie wordt de vierde? Enzovoort. Kleine voorspelling. Kleine voorspelling. We zijn weer terug. Dat is hartstikke leuk, maar daar willen we ook wat voor terug. Namelijk als jij nu kijkt en van plan bent om dit hele jaar gewoon te kijken en nog niet geabonneerd bent, dan ben je echt een lul. Oh, wacht. Nee, Tim, nee. Ik wil een voorspelling van jou even. Wie wordt de kampioen, wie degradeert? Even twee teams. Ajax wordt kampioen. Hij zag alweer een meme, Matties. En Excelsior degradeert. Oké, ik denk Feyenoord en... Jij hebt gewoon ergens afgelopen jaar per ongeluk geroepen dat Feyenoord dit jaar kampioen wordt. En dan moet je daar, omdat je koppig bent, moet je daarbij blijven. Je gelooft het toch niet echt? Feyenoord kampioen en laten we zeggen dat Go Ahead degradeert. Wij gaan kijken naar de Eredivisie. Wie gaat hem winnen? Mag ik kijken? PSV kampioen en Excelsior laatste. Nee. Ja, maar durf jij serieus onder oath te beweren dat jij dit nooit hebt gezien eerder? Ja. Dat is dom, heel dom. Echt met tegenzin steekt hij zijn hand uit. Ja, maar Feyenoord tweede. Yes, Feyenoord tweede boven Ajax. Dan weer je tegen de eerste, Go Ahead. Die zijn 15e. Ja, oh. Wat heb ik er ongelooflijk kijk op, hè? Dit is dus namelijk, het kan dat je voor het eerst misschien beter gaat zijn dan ik. Denk het niet, maar je bent goed begonnen. Ja. Oké, PSV eerste, 84 punten is heel leuk. Hè? Feyenoord gaat de Champions League in ook, hè? Ja, en Ajax, ja, voetbalmanager denkt dus wel echt dat dit ook het tussenjaar is. Het tussenjaar van Schreuder. AZ 4e, Twente 5e, Vitesse 6e, Fortuna, Burak Yilmaz, hartstikke leuk. Zeker. Utrecht, Emmen 9e, hartstikke leuk. Heerenveen Groningen, Sparta, Cambuur, NEC, Go Ahead, RKC, Volendam en Excelsior met 18 punten als laatste. Met een doelsaldo van min 30. Ja. Ja, ik wil dan vooral altijd zien... Eventjes... Gouden schoentje. Ja, meeste doelpunten. Carlos Vinicius, 24. En daarna Luc de Jong. Oh mijn god, Ruud van Nistelrooy. Hij speelt gewoon 4-4-2. Ja, hartstikke leuk. Doe zijn Tadic en dan... Bamba. Feyenoord gaat nog een nieuwe spits halen. Dat wisten jullie nog niet. Ze maken ook niet... Die komt van Bram. Nee, transfervrij. Oh ja. Die komt pas in de winter dan. Nee. Want hij speelt 30 wedstrijden. Goed, hartstikke hoor. Leuk. Leuke aankoop. Oké, dat is ontzettend leuk. Carlos Vinicius, ja, die wordt dus... Ja, goeie spits. Hartstikke leuk. Ik had gehoopt... Waar is Burak? Echt gehoopt dat Burak Yilmaz hier nog bij zou staan. Maar ik krijg ook niet... hier, doelpunten. Andrea Belotti bij Ajax. Anthony, Michiel Kramer. Sar, serieus, hè, Snijboon? Ja. Vol seizoen, Amin. Eigenlijk de vraag die iedereen beantwoord wil zien. Burak Yilmaz. Spits van Fortuna Sittard. Nou, 10 doelpunten. 10 goals in 33 wedstrijden. 10 doelpunten. Ongelofelijke spits is dit voor Fortuna Sittard. Ja, dat is wel echt waar, ja. Toch? Ja. Hartstikke leuk, volgens hoor. Het spel verdient hij €400.000. Ja, maar dan hebben ze alleen, onder de tafel niet gemeten. Nee, dus ze hebben alleen boven de tafel loon. En dan onder de tafel, dat komt nog. Ja. Meeste assist, Flap. Hartstikke leuk. Even kijken, Luc Ursus blijft dus nog maar fijner, dat is fijn. Jan Butch, Mahi, Klaassen. Harvey Veel, ja, Vitesse gaat waarschijnlijk heel veel mensen huren, want anders hebben ze letterlijk niet genoeg contractspelers. Die is waarschijnlijk van Chelsea. En volgens het spel gaat Mitje, toch ondanks nog blijven. Dat hij nu is gespot op het vliegveld in Istanbul,
Blijft hij toch? Ja, of hij geeft 7 assists in de eerste wedstrijd dit weekend en gaat hij daarna tekenen. Dat kan ook, toch? Nee, want hij is daar nu. Hij is gespot. Ja, maar dat betekent toch niet dat hij per se... Waarschijnlijk als mensen het kijken, heeft hij zijn eerste wedstrijd voor Galatasaray al gespeeld. Ja, heeft hij daar 7 assists gegeven. Ja. Ik wil nog even kijken wie de speler van het jaar is geworden. Meestal is dat Tadic. Ja. Ja, nu ook weer. Tadic een 7.95. Benitez gaat een leuk seizoen en tegemoet. En Bijlo ook. Oké. Okay. Leuk. En dan Luc de Jong. Carlos Vinicius, ja. En de vlag mag uit, want Bijlo raakt niet geblesseerd. Voor het eerst in zijn leven. Nee. 34 wedstrijden, dat is ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Dat is misschien wel het raarste wat ik heb gezien. En pas weer 31 wedstrijden, dat is ook wel vrij. Ik wil graag weten wie de beker heeft gewonnen. Ja. En ik wil nog even kijken of er iemand ver is gekomen. Ik denk dat AZ de beker heeft gewonnen. Ik probeer nu even gewoon een Europa. Punt te verdienen. Feyenoord. Feyenoord PSV in de finale. Jezus, Sparta stond in de halve finale van de beker. Okay. Feyenoord PSV. Ja, PSV kampioen in de beker. Ja, en de Johan Cruijffschaal. En de Johan Cruijffschaal, ja. Ongelooflijk, zeg. Oké, Tim. Conclusies. Hallo. Ik zie dus hier dat... Hallo, nee. Fred Rutte, die... Kijk dan. Oh, man. Hij is al die foto aan het overlijden. Oh mijn god, Fred. Rust in vrede, hoor. Hey. Ja, maar kijk. De eerste conclusie is... Ik kan ongelooflijk voorspellen. Ja. Ik heb tot nu toe echt een 110% score. 290.000 Nederlanders hebben dementie. Net als... Snijboon. Ajax wordt kampioen. Herken je de signalen? Zo! PSV-kampioen! Ik weet het even niet. Ik kan ongelooflijk voorspellen. Wat zou jij doen als je snijboom tegenkomt? Fantastisch. Echt fantastisch. Ruud van Nistelrooy is met tegenzin de beste trainer ooit. Ja. Vermoed ik. Ja. Ajax heeft een tussenjaar. Feyenoord haalt de Champions League. Dus wat we in de uitzending hadden besproken. Feyenoord gaat Ajax overvleugelen dit seizoen. Dat komt uit. Yilmaz doet het uiteindelijk echt wel naar behoren, toch? Ja, ik vind, 10 doelpunten? Ja, 10 goals. En ook belangrijk in de kleedkamer, hè, waarschijnlijk. Ja, heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk in de kleedkamer. Nou, laten we mezelf stoppen voordat jij jezelf nog een keer cancelt. Zeker. En deze serie dat jaar maar 1 aflevering duurt. Oké, okay, ik moet nog eventjes in gebarentaal afscheid nemen van onze dove luisteraars. Onze dove luisteraars. Ja, die proberen maar. Dus dan mag ik nog even zwaaien. Dan weet hij dat het af is gelopen tenminste. Denk je dat hij dat ook merkt als gewoon het filmpje afgelopen is? Of gaat hij dan gewoon eten en naar zijn scherm kijken? Nee, dan? Ik denk dat hij gewoon... Ja, dan denkt hij, kut, hij loopt vast. Dan ziet hij ons... Ja. Dus je kan maar beter zwaaien, Snijbo. En ze doen ook aan lip lezen. Ja, dit is echt ongelooflijk. Tot volgende week. Dag. Kampioen. Ja, je hebt weer 2 kansen gehad om te abonneren op ons kanaal. Hoe zit het nou? Ga je dat doen of hoe zit het? Ja, ja wat ja? Je hebt toch genoeg kansen gehad? Nou ja, zeker de eerste kans. Abonneer!